gaat het geen verrassing zijn. Het is weer tijd voor mijn favorieten van afgelopen maand. Afgelopen maand was juli. Het hoorde eigenlijk een heerlijke zonnige maand te zijn. Waarbij ik aan het heerlijke Nederlandse strand lag. In Scheveningen of op een andere plek. Maar helaas was het niet zo'n feest. Het was regenachtig weer. Het was niet warm. Het was niet gezellig. Maar het was wel perfect weer om binnen heel veel producten te testen. Dat heb ik dan ook gedaan. En vandaag behandel ik mijn favorieten. Ik begin met een parfum die in augustus uitkomt. Over 2 weken op 15 augustus ligt een nieuwe parfum van Avril Lavigne in de winkels. Wild Rose. De voorganger van Wild Rose, Forbidden Rose, lijkt hier heel erg op. Maar dat is een veel donkerdere, zwoelere variant. Meer voor in de avond. Nou, Wild Rose is zoeter, frisser, jonger. Echt perfect voor overdag. Nou, er zit weer echt in een hele mooie flacon. Met een rozendop. En hij loopt van frosted wit onder naar licht boven. Het is echt, ja, de verpakking is heel erg mooi. Er zit een ring om de dop. En de geur is ook heerlijk. Toen ik hem voor het eerst rook, ja, was ik niet enthousiast. Het rook niet als een parfum die ik al heb, maar ja, niet lekker. Maar ik spoot hem op mijn huid en ik word aangenomen verrast. Het is echt een lekker zoet, fris geurtje. Ik raad hem zeker aan. Lijkt me heerlijk voor als je wat jonger bent. Fans van Avril Lavigne zullen hem sowieso fantastisch vinden. Maar ook als je haar stijl en muziek misschien minder leuk vindt, is het een lekker parfum. Parfum is ook niet heel erg duur. Makkelijk verkrijgbaar bij de drogisterij en de parfumerieën. Dan heb ik een heel mooi product van de Semi Precious collectie van MAC die momenteel te koop is. Dat is deze Mineralized Skin Finish in Rose Quartz, als ik het goed uitspreek. En een Mineralized Skin Finish kun je over je hele gezicht gebruiken, maar dit is vooral een blush. En nou, deze is heel erg mooi. Ik heb hem net laten vallen, dus het is een heel gevoelig product, een hele gevoelig poeder. Moet je ook met een super zachte kwast aanbrengen. Anders maak je hem kapot. Nou, het hart is parelmoerachtig. Heeft een beetje een champagne kleur. En eromheen zit een mooie aardbeientint. Die kleuren zijn apart gebruiken. Maar ook samen. Ik gebruik ze het liefst samen met een hele poederkwast. Een poederkwast ga ik over de hele Mineralized Skin Finish heen. En breng het aan op mijn wangen. En dat geeft echt een hele mooie glans. Nou, het is niet het goedkoopste product wat je al een beetje kan verwachten bij MAC. Mineralized Skin Finish kost €27,50 en deze kleur is op veel plekken helaas al uitverkocht. Maar goed, hij is wel echt heel erg mooi. Dan heb ik dit paletje van de Sleek collectie Caribbean. Die is momenteel te koop. Dit is het paletje Curaçao. Sleek producten, alle producten van Sleek zijn nu te bestellen bij Enchantra met 20% korting. Voor die kortingscode moet je heel even op mijn site kijken. Staat nu volgens mij ergens onderaan. En dan kun je de Sleek producten mee bestellen. Ook dit paletten. Nou, het Oso Special palet is nu heel erg populair. Maar ik vind eigenlijk dit palet mooier. Waarom? Nou ja, er zitten gewoon vrolijkere, gewaagdere kleurtjes in. En daar hou ik meer van. Dit zijn alle kleuren. Er gaat het kastje. Dit zijn alle kleuren. Nou ja, Curaçao. Ik vind het wel echt een toepasselijke titel. Van alles zit erin. Oranje, groen, blauw, paars, roze, rood, geel, wit. Ja, alles. Shimmer en mat. Super gaaf en gewaagd. Ik heb er nog niet heel veel looks mee kunnen maken. Maar ik weet dat ik morgenochtend hier flink mee aan de slag ga. Dus heel erg mooi. En ja, Sleek is nog steeds lekker betaalbaar. €7,50 geloof ik. En dat is dan zonder de korting. Maar er komen verzendkosten bij. Maar dan nog is het niet veel geld. Dan heb ik een oogpotlood dat ik heel erg fijn vind. Ik ben van nature helemaal geen oogpotlood gebruiken. Maar ik gebruik hem nu toch steeds vaker. Omdat je er een subtieler lijntje mee kan zetten. Een zachter lijntje mee kan zetten. En ja, dat vind ik ook wel prettig. Max Factor heeft nieuwe oogpotloodjes, de Liquid Effect Pencils. En dit is er zo één. Dit is Black Fire, de zwarte kleur. Ja, zwart gebruik ik gewoon het liefst. Ja, het potlood is gewoon echt heel erg lekker zacht. En het gebruikt gewoon, is gewoon heel fijn in gebruik. Ja, ik vind het zeker een aanrader. Ik ben blij dat deze potloodjes nu bij Max Factor te koop zijn. Het lijkt een beetje op mijn Pupa potlood dat ik had. Pupa is wel moeilijker verkrijgbaar, dus dan kun je goed voor Max Factor kiezen. Dan heb ik een lipstick in een verpakking die ik zelf echt fantastisch vind. Lime Crime. En Lime Crime heeft hele overdreven paarse verpakkingen met paardenglitters. Ja, heel erg gaaf. Kinderlijk, maar dat vind ik juist leuk. Het valt ook op tussen ja, lipsticks in vooral zwarte en gouden hulzen. En dan zie je opeens paarse tussen liggen. En ja, dat valt toch op.
Deze kleur vind ik echt heel erg gaaf. Dit is My Beautiful Rocket. En het is, je ziet het goed, oranje. Echt gewoon bam, oranje. Niet de koraaltint, niet peachy. Gewoon koninginnedag, oranje, Nederlands elftal, oranje. Echt heel erg gaaf. Ik weet nog heel goed, ja, toen ik net met mijn beautyblog begon, wist ik één ding. En dat was, oranje kan niet bij blond haar en blauwe meisjes. Blauwe meisjes kan niet bij meisjes met blond haar, blauwe ogen en lichte huid. Nou, echt waar. Regels, ik heb er scheid aan en ik ben er maar blij om ook. Want oranje staat heel erg gaaf bij mij. Ook al zou het volgens regels helemaal niet zo horen te zijn. Dus ja, dat wil ik nog maar eens benadrukken. Probeer gewoon dingen, experimenteer. Want als ik toch had geluisterd naar wat ze tegen mij hadden gezegd van geen oranje, dan was ik er nooit achter gekomen dat oranje juist super leuk is. En we eindigen met twee nagellakjes van Catrice en van Essence. Allebei geel. Ja, waarom deze twee? Nou, ik vind deze kleur vooral het mooist. Lichtgeel. Maar ja, de substantie van dit nagellakje is een stuk beter. Dit is Essence Mellow Yellow. En dit is Catrice Bye Bye Birdie. Ja, in Catrice zit een lichte shimmer. Die van Essence is helemaal zonder shimmer. Helemaal creamy. Ja, ik draag deze toch meer. Ook al is de substantie vervelend. Omdat nagellak op mijn nagels sowieso binnen één dag chipt. Ik heb gewoon hele dunne nagels, dus daar schiet je niet veel mee op. En ja, deze blijft beter zitten, maar dat heb ik toch niks aan. Lakt wel minder streperig als deze. Deze kost 2,50, deze kost volgens mij 1,30. Ik weet het niet heel zeker, maar het is ook best kunnen dat deze uit assortiment gaat. Dus dat is ook nog even een puntje om over na te denken. Dat waren weer mijn favorieten van afgelopen maand. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Laat ideeën achter voor video's. En tot de volgende keer. Doei!